Almelo op het Rabat is de jaarlijkse opening van het culturele seizoen. Op 18 en 19 september van dit jaar zou het moeten gaan gebeuren. Nu moet het gaan gebeuren. En de man die daar nu vlakbij zit is Noël op de motor. En dan merken we daar plotseling een stilstaande fase. Noël, we krijgen hier een stilstaande fase in het midden van de koers. Wat is er daar aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, ik ben Karts van het Rabat natuurlijk. Ja, snap je wel. Maanden van voorbereiding die in één keer... En dan krijgen we een streep doorheen. Helaas. Maar ook begrijpelijk. Ja. Ja. Ja, het verschil is denk ik, vorig jaar hadden we nog niet de norm die nu wel gehanteerd is, namelijk er moet een onderscheid zijn tussen bezoekers aan het evenement en bezoekers aan de binnenstad, zeg maar gewoon het winkelend publiek wat er elke zaterdag en zondag is. Almelo op het Rabat gaat dit jaar niet door. Mm-hmm. Wat is de achterliggende reden daarvan? Nou, het heeft alles te maken met de maatregelen die momenteel gelden om de verspreiding van corona tegen te gaan. Laten we vooropstellen dat het heel erg vervelend, heel erg jammer is dat Almelo op het Rabat niet doorgaat. Het is toch de opening van het culturele seizoen altijd. Een trekker voor mensen van heinde en verre. En dat is nou juist ook weer het probleem. De coronamaatregelen zoals die op dit moment nog van toepassing zijn, die vergen dat we mensen als het ware uit elkaar houden, dat mensen op voldoende afstand van elkaar kunnen blijven. En met de manier waarop Almelo op het Rabat georganiseerd is, kan dat niet in onze binnenstad gerealiseerd worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van nou, waarom kan het nou op de ene plek kunnen evenementen wel en op een andere plek weer niet? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de locatie waar evenementen plaatsvinden, de manier waarop er met het doorstromen van publiek ook gewerkt kan worden, hoe daar inhoud aan kan worden gegeven. We hebben in de binnenstad natuurlijk ook te maken met winkelend publiek dat in en uit de stad wil. En dat alles opgeteld maakt dat de situatie in elke plek en dus ook in Almelo uniek is. En deze unieke situatie kunnen we binnen de kaders van de wetgeving dus niet mogelijk maken. En dat spijt iedereen, mij, maar ik denk ook een heleboel andere mensen. Nou was het vorig jaar met corona wel Almelo op het Rabat. Ja. Wat is het verschil dan met dit jaar? Zijn er andere regels? Ja, het kabinet heeft vorig jaar per 1 juni, in 2020 op 1 juni, het maatregelenpakket tegen corona aanzienlijk ruimer gemaakt dan het deze zomer is. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het feit dat er een Delta-variant is, dat de aantallen besmettingen in Nederland nog steeds gaande zijn, ook in onze regio. Men is daar dus wat strenger in. En een gemeente heeft eigenlijk weinig keuze dan de wettelijke maatregelen te volgen. Ik herhaal het graag nog eens een keer. Dat is vreselijk jammer voor al die mensen die zich de realisatie, het opbouwen van zo'n straattheater inzetten. Het is vreselijk jammer voor de mensen die graag hadden willen komen, die graag hadden willen kijken. Maar we krijgen het gewoon niet rond. En dat is, dat doet iedereen pijn. Is de teleurstelling groot bij... Het is bij de werkgroep heel groot. Want we hadden natuurlijk alle artiesten al vastgelegd. We hadden het hele draaiboek was in feite al klaar. Dus het ging alleen nog maar op de punt op de i te zetten. En dan is het natuurlijk altijd een te grote teleurstelling als je dan zegt, het mag niet, het kan niet. Ja. De bedoeling was in feite om het publiek te informeren over wat kun je deze winter allemaal doen. Gelukkig gaat er een klein deel wel door, dat is de WAK, de Week voor de Amateurkunst. En daar gaan organisaties en instellingen die op het culturele terrein actief zijn, die zetten de deuren open en dan kunnen mensen in ieder geval openbare lessen bijwonen. En ze kunnen in ieder geval even kennis maken met die instelling of die organisatie. Ja, dus dat gaat gelukkig wel door.